nationaal elftal. Het nationale voetbalelftal van Suriname. Een uitzonderlijke prestatie geleverd door Suriname te bereiken. Het land Suriname, een van de kleinste landen in Zuid-Amerika. Met 93% bosbedekking. Het groenste land ter wereld. Wereldwijd zijn er om en nabij 1 miljoen mensen die zich Suriname voelen. Jasomi Kumbate Beri. Mijn naam is Dien Goree. Ik ben de bondscoach van Nacho. Overal ter wereld spreekt men vol lof over grootheden als Gullit, Rijka, Zeedorf, Kluiven, Davids, Wijnaldum, Van Dijk. De lijst is eindeloos. Men is dan ook verbijsterd dat Suriname zich nog nooit heeft weten te kwalificeren voor een grote eindronde. Wat gebeurt er als Suriname met WK? Het is tijd om daar nu verandering in te brengen. We hebben een vlag te verdedigen. Niemand pakt onze vlag. Die droom kan werkelijkheid worden. De kracht van het Surinaamse voetbal is dat we genoeg talent hebben. Zowel hier in Suriname als Surinamers elders. Al deze toptalenten zullen we samenbrengen en daar een topteam van smeden. Zoals we dat in de afgelopen jaren nog niet hebben gezien. We kunnen dat alleen maar redden als we volledige steun krijgen van de mensen op het veld en de mensen buiten het veld. Suriname, Canada. Wauw. Daar moet je laten zien waar we staan, waar jij staat. Ik word emotioneel als ik aan denk hoe jullie hebben gevochten. We zien bij elk WK dat er landen als Costa Rica, IJsland en Panama meedoen. Voor hetzelfde geld kan dat ook Suriname zijn. Hiervoor moeten we op korte termijn wel in onszelf gaan investeren. Het begint eerst met geloof in onszelf. Primina krakte. Geloof in onze kracht. Ja, als we het doen, dan gaan we het gewoon goed doen. De beste Surinaamse voetballers ter wereld gaan spelen voor Nacho. Maar we moeten het willen. We moeten in onszelf investeren. We moeten offeren. We moeten boven onszelf uitstijgen. We moeten onze persoonlijke belangen opzij zetten. We moeten geloven in onszelf. Primina krakte.